Hoe groot moet de macht van de Europese Unie eigenlijk zijn? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Er zijn mensen die zijn echt voorstander van nog meer Europese samenwerking en er zijn mensen die daar fel op tegen zijn. Nou, en om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen is het misschien wel belangrijk om eerst eens even te gaan kijken hoe er eigenlijk besluiten worden genomen binnen die Europese Unie. Wie doet dat? Hoe werkt dat? Nee, en dan moeten we eigenlijk naar drie verschillende organen gaan kijken die daar misschien wat belangrijks in zijn. En de eerste daarvan is de zogenaamde Europese Commissie. En dat is de uitvoerende macht van de Europese Unie, dus zeg maar de regering van de EU. En uh, ja, die bestaat uit uh, net zoveel mensen als dat er uh, landen lid zijn van die Europese Unie. Want Ieder land, iedere lidstaat mag één Eurocommissaris aandragen. En die commissaris die heeft dan een bepaald gebied waar hij dan de specialist in is. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het milieu, of dat kan gaan over privacy. Of uh, weet ik veel, over vliegverkeer. Ik noem maar iets. Ja, net als iedere andere regering, maakt deze regering van de EU, hè, die Europese Commissie, ja, maakt die dus de wetten. Dus, dus de. de de Europese Commissie doet voorstellen voor bepaalde afspraken die dan voor heel de Europese Unie zouden moeten gelden en ze controleren ook of landen zich aan die afspraken houden en da daar houden ze die landen ook zoveel mogelijk aan. Dus die Europese Commissie is best wel belangrijk want daar worden besluiten en afspraken voorbereid maar uh, de meeste macht ligt toch wel bij de Raad van Ministers en deze raad die bestaat uit de ministers van verschillende landen en zij nemen eigenlijk alle belangrijke beslissingen over de EU. Zij besluiten of die voorstellen van die Europese Commissie, of die er ook echt gaan komen. Nou, en dan hebben we als laatste nog een veel grotere groep. Dat gaat om honderden mensen, dat is het Europese Parlement. Dat is de volksvertegenwoordiging van de EU. Iedere vijf jaar zijn er verkiezingen en dan mogen alle uh, burgers binnen de EU die mogen stemmen voor het Europese Parlement. Ja, en wat doet dat Europese Parlement? Dat, dat geeft advies, uh, dat, uh, bijvoorbeeld over voorstellen. Het mag voorstellen ook wel veranderen. En uh, ja, heel soms mag het ook meebeslissen. Maar dat Europese parlement heeft lang niet zoveel macht als bijvoorbeeld het Nederlandse parlement heeft. Het kan bijvoorbeeld de besluiten van de Raad van Ministers niet tegenhouden. Ja, en dat is ook meteen een puntje van kritiek dat veel mensen hebben op die Europese Unie. Want er is best wel wat kritiek op die inrichting van die Europese Unie. Uh, ten eerste wordt er gesproken over het zogenaamde democratisch tekort. Het is niet democratisch genoeg, want één keer in de vijf jaar, dan mogen mensen stemmen op een parlement wat eigenlijk niet eens zo heel veel te zeggen heeft en de meeste belangrijke besluiten die worden genomen door die raad van die ministers en daar is verder weinig controle op die Europese commissie daar, daar wordt niet voor gekozen daar worden mensen voor aangesteld dus hoeveel invloed heeft die burger nou eigenlijk echt op de besluiten van de Europese Unie dat is een beetje de vraag dat is de kritiek die veel mensen hebben op dat uh, zogenaamde democratisch tekort van de EU en een tweede punt van kritiek is dat hoe groter de invloed van die Europese Unie wordt, hoe kleiner de invloed wordt van de verschillende landen, dus ook van Nederland. De Nederlandse overheid moet zich ook houden aan regels die dus door de Europese Unie bepaald worden. Ja en dan kom je een beetje in de weer in die discussie meer of minder Europa terecht. En ja, de critici die zeggen dan dus, hè, die, die dit soort dingen roepen die je hier ziet staan, er moet minder Europa komen. Maar dat is dus echt een beetje de vraag. Want ja, welke kant moet er nou op met die Europese Unie? Moet het een verzameling van nationale staten zijn, die dus uh, gewoon uh, vooral hun eigen ding doen en die samenwerken op bepaalde gebieden? Of. Moet het een soort Europese superstaat worden, de Verenigde Staten van Europa, waarbij juist alle belangrijke dingen in Brussel worden bepaald, waar de landen zich dan aan moeten houden? Dus waar moet nu eigenlijk het zwaartepunt van die macht liggen? Moet dat bij ieder land afzonderlijk liggen? Mag ieder land het vooral voor zichzelf beslissen? Of moet dat toch vooral bij die Europese Unie liggen? Nee, er zijn dus heel veel discussies over. En in 2005 werd er bijvoorbeeld het voorstel gedaan om een Europese grondwet in te voeren. En dat is echt ook weer een stap op weg naar echt een soort superstaat te vormen. En toen mocht daar in ieder land, iedere lidstaat, werd er een zogenaamd referendum over gehouden. Oftewel, uh, daar mocht de bevolking ja of nee zeggen tegen de invoering van die Europese grondwet. Nee, nou ja, dit was de uitslag, of het uitslagenkaartje in ieder geval, in Nederland. En je ziet... Een uh, ruime meerderheid, hè, bijna twee derde van de Nederlandse kiezers die toen gestemd hebben, die zeiden nee tegen die Europese grondwet. Die vonden dat veel te ver gaan. Dus die Europese Unie, het is denk ik echt een mooi iets of het ooit echt een soort superstaat gaat worden, de Verenigde Staten van Europa. Dat moeten we nog maar zien.